Elk agrarisch bedrijf mag maar een bepaalde hoeveelheid mest produceren. Deze blaarkoppen mogen nu nog zoveel poepen als ze willen. Ze zijn namelijk nu nog vrijgesteld van de zogenoemde mestwet. Maar vanaf januari vallen zij ook onder de mestwet. Omdat de Oud-Hollandse koeien minder melk produceren dan de gewone koeien, zijn zij het kind van de rekening. Boeren brengen de bijzondere koeien naar het slachthuis of ze worden gemengd met andere koeien. Nou, elke koe moet elk jaar weer een nieuw kalf krijgen om melk te blijven geven. En daarvoor wordt ze gedekt natuurlijk. Je kan dat blijven doen met een blaarkopstier. Dan blijft het ras in stand. En wij kiezen er dan voor om ze bijvoorbeeld met een Holsteinkoe te laten dekken. Daarmee krijg je natuurlijk dat uiteindelijk het ras blaarkoppen verdwijnt. En dat de nakomelingen Holsteinkoeien worden. Deze boer uit Dronten neemt dus langzaam afscheid van dit Oud-Hollandse koeienras. Maar wel met pijn in het hart. Nou, het ras is een oer-Nederlands ras. Wat echt bij Nederland hoort. Wat hier goed gedijt in de polder, op deze klei. Om de diversiteit in de landbouw te behouden is het denk ik heel belangrijk dat we meerdere rassen koeien houden. De mestwet is bedacht in Brussel. Maar tot dit jaar bepaalde de regering dat de Oud-Hollandse koeien daar niet onder hoefden te vallen. Verheijen hoopt dan ook dat Den Haag alsnog overstag gaat om zo de Hollandse koeien te behouden voor Nederland. Het gaat echt om een heel klein aantal koeien die hiermee gevaar lopen. In Nederland lopen duizenden, tienduizenden stuks vee en maar een paar honderd blaarkoppen. Dus om die te behouden is maar een kleine insteek nodig vanuit Den Haag.